Ik speel in Hollands Hoop de rol van Fokke. En Fokke is een psychiater met een burn-out. Die de boerderij van zijn vader erft. En ja, daar blijkt een heel verhaal achter te zitten. En vervolgens is hij 8 afleveringen lang alleen maar bezig met zijn familie te redden. Ik speel Machteld, de vrouw van Fokke. Fokke wordt gespeeld door Marcel Hensema. En moeder van 3 kinderen. Hij erft de boerderij van zijn vader en dat blijkt een gigawietplantage te zijn. En wat van de Oost-Europese maffia is. En ja, hij komt in de tang en probeert daaruit los te komen. Ik heb bijna nooit dat ik iets lees en dat ik denk, ja, dit moet ik doen. Ik denk altijd heel redelijk als die rol die gaat naar degene die er het meest geschikt voor is. En soms word je afgewezen en soms niet, maar het gaat zoals het moet gaan. En bij deze rol dacht ik echt, toen ik auditie ging doen, ik word heel verdrietig als ik hem niet krijg. En het gevoel heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Dus dat zegt wel iets. Die scripts zijn zo goed. Het is voor mij als acteur is het een geweldige rol om te mogen spelen. Want je vindt zelden van dit soort mooie scripts. Het is waanzinnig geschreven door Frankie. En Dana wist ook verdomd goed wat ze wilde. Dus die wist ons heel goed aan te sturen. En ja, er is gewoon heel veel tijd geweest voor de scenario's. En dat merk je gewoon als je het terugziet. Dat is het leukste wat er is. Dat elke zin die je mag zeggen, dat er nog 4 gedachten achter zitten. Ik bedoel, het is toch helaas heel vaak zo bij series dat het heel erg 1-op-1 is. En dat de zinnetjes, je zegt gewoon een zin en dat is ook precies wat je bedoelt. En hier mag je een zin zeggen en hele andere dingen denken erbij. En als het goed is, dan voelt de kijker dat ook. Het is ook veel leuker voor de kijker dat je het idee hebt, oh, maar wacht, volgens mij zegt hij dat, maar zei hij dat toen. En dan ben je actief mee aan het denken met het verhaal. Dus dat is voor ons heel leuk, maar voor de kijker ook. Dat is echt een droomrol voor een acteur. Omdat je hebt zoveel te spelen. Want je hebt namelijk een hele wereld te verbergen. Want ik hou een soort geheim leven erop na. Maar dat houden alle andere mensen uit het gezin ook. Dus iedereen heeft zijn eigen groot geheim in deze serie. Dus het is voor iedereen heel rijk om te spelen. Alles valt samen bij deze serie. Dat moet natuurlijk sowieso. De art direction en het camerawerk en het licht en het geluid. Maar ik heb nu, toen ik die 4 afleveringen zag, het gevoel dat alles zo perfect op elkaar aansluit. Het begint al met de leader. Die is al zo tof. Die leader zegt al alles over hoe hoog de lat ligt van de makers. Hoe, het niveau is gewoon heel erg hoog op alle departementen. Dus dat is echt gek. Het was een hele intensieve draaiperiode. En we hebben ook lang op locatie gezeten in Groningen, in die boerderij, wat de hoofdlocatie is. Maar daardoor ontstond er wel een heel goede teamgeest met z'n allen. Dat je niet s'avonds naar je eigen huis gaat, maar je zit dan met z'n allen daar. En dat was heel goed. Ja, het was echt een feest. Het was, dan is dit werk, wat sowieso al leuk is om te doen, maar als je dan ook nog eens met mensen samenwerkt met wie het persoonlijk klikt, met wie je echt een slappe lach kan hebben. En ja, dan dat is gewoon, leuker wordt het niet, echt. Het is zo mooi gecomponeerd door Frankie, dat het blijft spannend tot het laatst toe. Ja. Ik vind het heel erg goed. Ik ben heel erg trots en overdonderd. Los van dat ik weet hoe het verhaal gaat, maar hier lopen zoveel verhaallijnen door elkaar. Sorry. Mijn personage Machteld heeft een hele eigen lijn. Dus er is natuurlijk ook heel veel gedraaid waar ik niets mee te maken heb. Marcel heeft een hele eigen lijn met de wiet en de drugs en de Joegoslaven. Dus waar ik allemaal in het script wel van wist. Maar nu ik het terugzag, zag ik pas wat het geworden was. En heel vaak is het zo dat je alles wat je draait wel weet en meemaakt. Maar hier zijn ook echt hele gedeeltes waar ik niets van wist. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Marcel en Martijn Lakenmeijer hebben echt waar fantastische scènes gespeeld samen die ik op papier al mooi vond, maar waar ik nu van volschoot omdat ik ineens zag hoe goed ze dat speelden. Ja. Het is on-Nederlands Nederlands. Het is een hele bijzondere serie. Ik heb dat nog niet vaak gezien, dat humor en drama zo dicht bij elkaar liggen. Zulke goede dialogen, zulke fantastische acteurs die er ook in zitten. Peter van der Begin is een geweldig Vlaams acteur die een prachtrol speelt. Nicola Jurico is een Servische acteur. Die ook waanzinnig goed is. Die een hele mooie dubbelrol in de eerste aflevering speelt ook. Het zijn allemaal hele fijne mensen om naar te kijken en mee te werken. Natuurlijk Martijn, Kim. Ik vind dat Kim ook een geweldige rol speelt. Ze is ook zo geestig in de serie. Ik vind haar waanzinnig goed. En Martijn ook.
Peter Paul Muller. Prachtige rol van hem. Een hele bijzondere en goed gelukte combinatie, vind ik, is van humor en thriller. Het is black comedy, dat is nog nooit gedaan in Nederland op die manier. Dus het is echt voor mensen die voor de hand liggend die Penosa spannend vonden, die vinden het leuk. Maar ook mensen die van de Coen Brothers houden. Of die, ik heb net die serie Fargo afgekeken. Ik denk, nou, het is wel in die lijn, het heeft die humor en die gruwelijkheid. En het is op persoonlijk vlak ook heel mooi. Het is en spannend en af en toe naar om naar te kijken. Maar het gaat ook over een gezin met huwelijksproblemen en een puberzoon. En dus dat is een hele mooie mix van hele alledaagse realistische probleempjes. Verwikkeld met een man die ineens eigenaar blijkt te zijn van een wietplantage en moet dealen met misdadigers. Dus dat is te gek. Dat werkt heel goed volgens mij. Ik ben heel blij met wat ik tot nu toe gezien. Ik heb nog maar de helft gezien, maar ik vind het heel spannend.